In september werd het project nog grutsk presenteren. Het gebied van de zuid tussen Dokkum en Eersemersiel, zou voor recreatieverdiening maken worden. Veertem worden Udjippe en Bregen verhegen. Het project van totaal 43 miljoen euro is likwens al linnig mogelijk als het waardvoers daarvan 20 miljoen op tafel lissen wil. Een subsidie-fysiek d'état maakt neves wethoorde de Graaf goede kans... omdat het plan on alle betingsten voldwaan zou Dat bleek nou net het geval. Wij zonden het in inzien. Daarna hebben we extra informatie gekregen nog van het waterfonds. En we zijn wel dan nog even goed zien, Dat wij helemaal maar beschrijvingen voldoen om aan de eerste te stellen. Nou, is het jarenlang om dit project werken. Een project van 43 miljoen. Is het dan het gek dat dat nog net duidelijk is? Het, is, uh, het had altijd een goed project geweest en het altijd compleet en het is bloot nog compleet. Maar het is altijd goed om even heel goed te zien van is het compleet, is het sa, had zij het haalwollen. En het, uh, we hebben dus even wachtjes op de criteria's van het waardfonds en daar moesten het op tas kunnen worden. Boven dat met de gemeente de resterende 23 miljoen van Oriëlt als zoals de NAM nog Roembreidje. We hebben binnen de NAM ontpraten van welke projecten het zij dus hadden, ja. Bij de eerste presentatie van het Suderien-project reageren recreatiepark Esenstedt bij Arnhem te dat ze net in de plan opnam binnen. Esenstedt ontvangt 60.000 gasten in het jaar. Wij hebben toen ik zei we willen graag in de tweede fase hun derel praten. We ik in gesprek met hun derel en we gaan hen vragen van nou denken dus van wat kan je hem zelf van je maai bijdragen. Net wethouder De Graaf wil de gemeente de subsidieomvraag nog eind december inzien zodat het project geen vertraging zal.